Er is blauwalg gevonden in de Vormerse plas. Daarom raadt de gemeente Wijchen af het water in te gaan. Dat is met deze temperaturen wellicht sowieso niet logisch, maar bijvoorbeeld ook honden kunnen beter op het droge blijven. Blauwalg kan namelijk voor huidirritatie zorgen en ook maag- en darmklachten veroorzaken. Berichten over giftige blauwalg kennen we vooral van de zomer, maar het komt het hele jaar voor. In de winter is het wel een kleiner probleem, omdat de plassen dan niet of nauwelijks worden gebruikt om in te zwemmen. Het waterschap doet regelmatig metingen in de Vormerse plas en zodra de gemeten hoeveelheid blauwalg genoeg is afgenomen, wordt de waarschuwing weer ingetrokken.